voor sommigen een verrassing dat je mocht starten vandaag. Wanneer hoorde jij dat? Wanneer ik het echt heb gehoord, dat was niet echt een moment dat de trainer tegen mij zei van jij gaat spelen. Maar je kan natuurlijk wel een beetje aan de tactische trainingen zien als je 11 tegen 11 speelt. Of je gaat starten of niet. Dus zodoende eigenlijk, ja. Dus ik heb het eigenlijk echt gehoord op de wedstrijddag zelf. En was het voor jou een moment van ik ga nu mezelf laten zien wat ik in huis heb? Ja, tuurlijk. Dat is altijd het geval wanneer je weet dat je gaat spelen in het stadion voor zulke fantastische supporters. Ook vandaag weer. Ze staan altijd achter je en daar wil je altijd voor door het vuur gaan. Dat heb ik vandaag gedaan en ik heb mezelf beloond door te betrokken te zijn geweest bij 2 doelpunten. Dus ik ben normaal gesproken heel zelfkritisch, maar ik kan toch wel tevreden terugkijken op deze wedstrijd. Zijn dat dan die momenten, je bent toch niet zo heel veel betrokken geweest bij doelpunten, dat dit wel echt een soort van bevrijdend voor je is? Ja, maar eigenlijk wil ik altijd betrokken zijn bij doelpunten door middel van het scoren zelf. Maar als ik anderen in stelling kan brengen om te scoren, ja, daar gaat het uiteindelijk als aanvaller om. Dus, ja. En hoe die samenwerking met Lars Veldwijk in een soort twee-spitsen systeem, hoe bevalt dat? Ja, hartstikke goed. Voor mij is het natuurlijk wel af en toe een beetje schakelen, omdat ik van nature een echte buitenspeler ben. Bij Jong Sparta speel ik ook echt rechtsbuiten. Maar ik weet wat de lastige kwaliteiten zijn. Aan de bal sterk, kan een bal goed vasthouden. En ik ben meer een afleider voor Lars, waardoor we allebei in onze kracht kunnen komen. Dus bevalt hartstikke goed. En het zal, je bent na een uur gewisseld, maar je maakte voldoende indruk. Wat verwacht je voor de komende wedstrijden? Ja, wat verwacht ik voor de komende wedstrijden? Kijk, ik hoop altijd dat ik gewoon aan het startsignaal bij de aftrap in het veld sta. Maar verwachten doe ik nooit, hopen doe ik altijd. Maar ik blijf gewoon elke training gewoon gas geven en dan zie ik wel op de wedstrijddag welke naam er staat.